Goedemorgen. Iedere aflevering neem ik je mee naar hoe Meiburg vakmensen vooruit helpt. En vandaag word ik ondergedompeld in de services die Meiburg verleent. Want met hun vakkennis helpen ze in verschillende branches iedere dag weer veel vakmensen vooruit. Hey. Goedemorgen, Gina. Goedemorgen, Leina. Hoi. Ik had een afspraak met Dennis van Lekel. Dennis, ja, klopt. Nou, je weet de weg, dus jij mag gewoon doorlopen. Oh ja. Ja. Oké. Okay. Doei. Oh, sorry. Lekel is een bedrijf wat onder Meiburg valt en zich specialiseert in alles voor vloeren en de bewerkingen ervan. Naast het aanbieden van producten geven vloerspecialisten van Lekel demo's, trainingen en workshops. En wat Lekel nou uniek maakt, zijn de ondervloercontroles bij de klant, waarbij ze garanderen dat een vloer goed gelegd kan worden. Nou, het lijkt wel op pad in Meiburg, maar dat geeft me wel even tijd om uit te leggen waar ik heen ga. Dennis is demonstrateur bij Meiburg en Lekel en gaat mij straks vertellen hoe dit allemaal in elkaar steekt. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd waar die uithangt en volgens mij is dat hier. Die zit aan de andere kant van het pand, maar daar kom je wel uit, toch? Zo, dat was even zoeken. Hi! Hi, Dennis. Gina. Hallo. Hallo, ik ben in een ruimte waar ik nog nooit ben geweest. En ik heb vernomen dat jullie hier trainingen geven. Maar wat heeft Meiburg nou de vakmensen te bieden? Nou, je zegt het zelf al, hè? Trainingen. Nou, die geven wij ook. We geven schuurtrainingen en ook egaliseertrainingen. En een stukje theorie. En aan het einde van de dag lopen de mensen met een certificaat de deur uit. Wauw. Maar veel trainingen en demo's betekent natuurlijk ook veel kennisdeling en vragen vanuit verschillende sectoren. Zoals meubelmakers, schilders en natuurlijk vloerleggers. Ja, dat klopt. Om erachter te komen wat mensen nou precies vragen, heeft marketing weer wat leuks bedacht om mij vooruit te helpen. Ben je er klaar voor? Ja. Wat is de gekste vraag die is blijven plakken? Ja, we hadden een keer een verzoek van een klant in het Mediapark in Hilversum. En die kreeg zijn lak niet van de vloer af. En of wij daar iets op konden bedenken. Dus nou, uiteindelijk hebben wij een passende oplossing bedacht door het juiste schuurpapier aan te leveren. En ja, toen is de vloer uiteindelijk goed schoongeschuurd. No matter what doen jullie dan precies? Nou, dat extra stapje zit hem in het doen van de ondervloercontroles. En daar gaan we vanmiddag naartoe. Maar voordat we daar naartoe gaan, Dennis, heb ik even een vraagje. Die machine daar die staat me de hele tijd aan te staren. Mag ik even? Ja, dat mag. Oké, Dennis, let's go. Naar de ondervloercontrole. Op de werkvloer. Grappig, hè? Heel grappig. Namens de parketeurs kom jij bij mensen over de vloer om vloeren te controleren en te garanderen of een vloer gelegd kan worden. Dat klopt. Dan kan ik me voorstellen dat je natuurlijk heel wat vloeren en gekke ruimtes hebt gezien. Is er dan misschien een schurende anekdote bijgebleven? Ja. In mijn tijd als parketeur dacht ik ook even snel te zijn. En ik denk, ik til even mijn bandschuurmachine op van 80 kilo. Ik denk, ik loop even naar beneden via de trap. En ik vloer mijn evenwicht. Ja, dat ding is hartstikke zwaar. Precies, dus ik kon me nog net ergens aan vastgrijpen. En ja, de machine heeft natuurlijk wel een beetje de wanden beschadigd. Maar ja, wel weer even iets wat altijd bijblijft. Dennis. Ja, prutsen. Sure. Stel je voor, ik ben parketeur. Welke innovatie die plaatsvond, gaf het meeste glans? Ja. Oh, ja, best leuk. Goeie vraag. Zoals je al eerder vandaag hebt gedaan en gezien, is het krasvrije schuren. Dat is een beetje in het leven geroepen, omdat de klanten ook steeds kritischer worden. Ze zien van alles. En alle vloeren, veel vloeren worden er gekleurd. En door het krasvrije schuren zijn de krassen eigenlijk als sneeuw voor de zon vertrokken met zo'n training. Ja, dat hebben we wel gezien. En dat is een hele innovatief iets. Kan deze vloer er een beetje mee door? Deze vloer die kan er mee door. En dan kan volgende week gestart worden. Dat is goed. Ja. Nou, dan wens ik jou daar heel veel succes mee. Ja, en jij bedankt voor deze dag. Ja, ja. Nou, ik zou zeggen succes. Ja, dank je. En schuur ze. Komt goed. Oké, dank je. Dat was hem dan, aflevering 5 van Op Pad met Meiburg. Interessant om naast Meiburg ook Lekel te leren kennen. En kennis te maken met hun services die dus speciaal zijn voor hun vakmensen. Benieuwd waar ik de volgende keer naartoe ga? Ik ook. Hou onze kanalen goed in de gaten en dan zie ik jullie dan.